Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We zitten eigenlijk tussen twee actieve buiengebieden in. Maar dat betekent niet dat het in ons land droog is, want over het zuiden trekken buien en ook over Noord-Holland ligt een strook. En dat verplaatst zich uiteraard zodat in de loop van de ochtend op veel plaatsen wel een bui kan voorkomen. Hier en daar komt ook onweer voor. En er zijn nog wat ruimte voor opklaringen met wat zonneschijn. Vanmiddag wordt dat minder en minder, want dan trekt een gebied met dikkere wolken en actievere neerslag over het land. 14 of 15 graden wordt het bij een matige tot krachtige wind uit het westen tot noordwesten. En in de avond trekt die actieve. Regenzone dan langzaam naar het zuiden en wordt het op meer plaatsen weer droog van het noorden uit. Zeker in het binnenland. In de nacht hebben we dan ook weer wat opklaringen met temperaturen onder de 10 graden. Morgen wisselend bewolkt, meer ruimte voor de zon, maar nog steeds kans op buien: 15 of 16 graden. De wind neemt wat af en is hooguit matig kracht 4. In het weekende hebben we wisselende condities. Zaterdag beginnen we met zonnige perioden, maar buien die langs de kust voorkomen, komen uiteindelijk ook weer het binnenland in. 15 of 16 graden, zondag een graad of 16 met buien en ook maandag is het zeker nog niet droog. En houden we dus wisselvallig weer. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.